Ik denk dat we de eerste helft waar het moeilijk had. En dat we blij mag zijn dat, dat het 1-1 is. Heel belangrijk dat we snel terugkomen naar de 0-1. Maar ik denk dat het in de tweede helft heel weinig weggeeft. Willem heeft een goede kans, dat is bijna de enige. Maar we hebben zelf 2-3 goede kansen. Dus ik vond het wel sterk spelen in de tweede helft. En vooral heel hard werken. En dat was eigenlijk ook wel de sleutelwoord voor de wedstrijd. We hebben 3 wedstrijden op rij verloren. En vooral omdat we ook weten wat we eigenlijk wel kunnen. Maar het kwam er gewoon niet uit. En als je dan van Twente zo mag winnen op wilskracht en op goede momenten. Ja, dan voelt dat heel goed. Waarom lukt het vandaag wel? Nou, het is een heel andere wedstrijd dan de afgelopen, bijvoorbeeld thuis tegen RKC. Vandaag moeten wij niet de speel maken, dat doet Twente van zichzelf. En dat slaat ook wel toe op goede momenten. Net na de 0-1 maak je 1-1, en net na rust maak je 2-1. Ik ben blij dat ik hem maak. Dat is niet het belangrijkste, natuurlijk is het lekker die punten. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet fijn was. Ja, want hoe je hem afmaakte was heel mooi, maar ook de hele aanval was mooi, hè? Ja, het was gewoon eigenlijk een hele verzorgd hoe wij dat eigenlijk willen. Met de diepgaande middenvelder en een goede voorzet vanaf de zijkanten. En hij vliegt er mooi in. En de keeper, hoe vond je die? Ik vond die wel een aardig indruk maken. Ja, zeker. Ik vond Pavel. Ik moet zeggen dat ik zijn naam bijna niet kende toen hij terugkwam van de interlandsperiode. Dus ik heb voor de eerste keer gisteren meegetraind. Maar ik vond hem een zeker indruk. Hij kwam bij de hoge bal, kwam hij goed uit. Hij pakte een paar aardig. Een beetje ongelukkig bij de goal. Ik denk dat zijn probleem is of zijn fout. Maar algemeen gewoon een heel sterk indruk. Je ziet dat we dan nog natuurlijk ook wel wat slordigheden hebben, waardoor die goal ook, dat is onnodig en dat moet er denk ik wel uit bij ons. Maar als je zag, iedereen knokte voor elkaar, iedereen ging voor elke meter. En het kan nog meer, maar als je ziet dat het begin al is gemaakt, nou, dan kan je ver komen. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je even die lift naar beneden even gaat stoppen en even in de middenmotor blijft zitten, blijft staan. Als we volgende week een aanhoudbaar kunnen pakken, dan ben je eigenlijk erbij. En zeg maar, deze 3 punten hadden we eigenlijk tegen RKC moeten halen, dat doen we dan tegen 20. En op dit moment is dat wel een heel goed gevoel.